is een klein dorpje aan de Schipbeek op de grens van Twente en de Achterhoek. Ooit had het dorp met zijn 1100 inwoners een paar winkels, een postkantoor en een bibus. Maar dat is verleden tijd. Sinds vorig jaar is zelfs de Rabobank met zijn geldautomaat verdwenen. Behalve een prachtige nieuwe sporthal is er voor de kinderen in Rietmolen straks echt helemaal niets meer te doen. Sam en Bente wonen net 2 dagen samen en maken zich nu al zorgen om de toekomst. Maar Sam, een kerel met pit, laat het er niet bij zitten. Ik heb het! Erika! Erika! Erika? Wie is Erika? Erika, de oude voetbalkantine! De oude voetbalkantine! Ik heb het! Wat had je nou vannacht over die ene voetbalkantine? Nou, we gaan de oude voetbalkantine ombouwen tot jeugdhonk. Waarom dan ook niet gelijk een bibliotheek? Je bent geweldig, Bente! Weet ik. Ik ga meteen gemeente Berkelland bellen om geld. En ik vraag Rietmolense vrijwilligers om hulp. Dan blijkt al gauw dat de vernieuwde Mulle er is voor iedereen. Zelfs eenzame schilders doen er inspiratie op. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. Dankzij Sam en Bente en al die andere enthousiastelingen ziet de toekomst van Rietmolen er toch weer een stukje vruchtbaarder uit. Dames en heren, jongens en meisjes. Rietmolen is, zoals u nu weet, een klein dorpje aan de Schipbeek. Sam. Ja? Sam. Dat weten de mensen al. Ja, maar ik moet de mensen en toch vooral de jury vertellen wat voor een prachtig dorp Rietmolen is. In 1588 al. Ja, maar Sam, ik heb toch het gevoel... Rietmolen is een dorpje waar iedereen van houdt. Sam, overdrijf je nou niet een beetje? Geen millimeter. Ga toch eens naar wat voor superdorp Rietmolen is. Nou Sam, zo bijzonder is Rietmolen. Inderdaad. Je kunt in de omgeving prachtig wandelen en fietsen. Ja, maar... De Schipbeek. Het water is zo helder dat de vissen een zonnebril nodig hebben. En dan heb ik het nog niet eens over de mensen die er wonen. Sam. Ja? Maar Sam, er is in Rietmolen wel veel verdwenen. Ja, maar we hebben nu toch de Mulle en al die verenigingen. De voetbal, de volleybal, de tennis. Rietmolen is geweldig! Best een bijzonder dorp is.
nog even naar voren. Nou, nog een keer echt applaus. Kom mensen. Ja. Sorry, mooi. Knap hoor. We gaan meteen naar de jury. Frank. Ik kan voor dat jullie super trots zijn op jullie jeugdhonk, bibliotheek. Hoe vaak zit je daar nou? Nou, we hebben één keer in de maand volgens mij hebben we de jeugdaccommodatie Rietmolen. En dan kunnen eigenlijk alle jongeren die komen daar naartoe op ons mooie plekje. En dan kun je film kijken en allemaal andere activiteiten. We hebben echt super veel mooie dingen aangeschaft. En we gaan ook 3 keer weg. We zijn al in Schaatsen geweest en nog veel meer andere dingen. Dus. Kom je wel eens thuis? Ja. De bibliotheek die is als opvolger van de bibliobus. En die is nu al 3-4 keer per week is die geopend. Dus wat dat betreft. En peuters, kleuters tot en met mensen van 80, 90 jaar kunnen boeken komen lenen. Dus geweldig. Oké. Okay. Hey, ja, Piet, even wachten. Want ik begreep dat die burgemeester zei over het filmpje. Maar dat hij ook hier is, kun je die even aanwijzen? Ja. Dat is de burgemeester gebleven. Hier op dat filmpje. Is er alweer wat tussen? Nou, dan gaan we verder. Piet? Eén vraagje. Ik zag op het filmpje ook een stel breiende dames zitten. Is het ook een ontmoetingsruimte voor ouderen of zo? Want dat begreep ik niet zo goed. Ja, we hebben de creatieve middag. En dat is op de maandag en volgens mij is het drie om de week. En daar kunnen oudere mensen, die kunnen dan lekker bij elkaar breien of haken. Je hoeft het niet te doen, maar het is gewoon gezellig om er met z'n allen te zijn. Dat wil je eens toe te voegen. Nou, nog even een kleine aanvulling. We hebben ook iemand die bereid gevonden is om voor de kinderen van de basisschool op één middag in de maand een creatieve middag. We hebben de verdeeld over verschillende leeftijdsgroepen. Wordt daar dus ook, en we zijn vorige week bij de Katholieke Bond van Ouderen geweest om hun ook uit te nodigen in Kleintje Wiep om daar te komen voor ontmoeting en voor lenen van boeken en voor mogelijke andere activiteiten die we nog van plan zijn te gaan doen. Oké. Ontzettend applaus voor Rietmolen.